Deze nieuwsuitzending gaat over Arthur Schopenhauer. Schopenhauer moet je eigenlijk zeggen. Ik ben begonnen met Martin Heidegger. Dat was ook een Duitser. Die was van de 20e eeuw. En die vind je, ik zal hem even bijpakken. Kijk waar die van Schopenhauer zit. Martin Heidegger zit, dat is 222. 18 juni dit jaar, niet zo lang geleden. Die heeft maar 7 views. Dus, dat is echt niet nodig hoor. Het is een heel erg... Ja, ik controleer altijd alles voordat ik het upload. Een goeie hoor. Nou, vanuit Martin Heidegger terug in de tijd, dan kom je natuurlijk bij deze meneer. Friedrich Nietzsche. Dat is nieuwsuitzending 229. Die heeft 10 views. En dat is dan weer iets beter. Maar nog steeds niet genoeg. Nou, we razen gewoon door. Want we hebben gehad Martin Heidegger. En hebben Friedrich Nietzsche gehad. En dan kom je hier terecht. Ik ga mijn Mac een beetje zeuren. Oké. Mijn netwerk is nog goed hier. Allemaal internetproblemen. We gaan gewoon lekker door. Martin Heidegger, om nog even samen te vatten. Dat is dus degene die in feite, zou je kunnen zeggen, het werk van Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche een nieuw verfje geeft. Een heel ander ding. Martin Heidegger is een geweldige schrijver. Friedrich Nietzsche ook. En Arthur Schopenhauer, die kan er ook wat van. Zijn hoofdwerk, wat ik erg mooi vind, dat is dit werk. Über die Grundlage der Moral. Heeft hij geschreven in het jaar 1840. Dat heeft hij ingediend bij de Deense, ja, een soort van comité of zo. Oh ja, hier staat het. De Koninklijke Deense Sociëteit van Wetenschappelijke Studies. En die hebben dat in 1837 een soort prijsvraag vooruitgeschreven. Even kijken of die nog goed loopt. Oh jee, mijn quicktime player schiet helemaal omhoog. Ik heb niet zoveel tijd meer voordat hij vast gaat lopen hoor. Nou moet lukken. Maar Schopenhauer, oh, die heeft als enige iets ingeleverd. Maar hij kreeg geen prijs. Oh, wat zielig. Het werk De Grundlage der Moral, dat heb ik op zijn Nederlands gelezen. Een hele mooie Nederlandse vertaling van. En dat heet Dat ben jij. Über die Grundlage der Moral. Het laat zich niet zo makkelijk op zijn Nederlands vertalen. En ik vind dat ze een hele mooie Nederlandse titel hebben gevonden. Dat ben jij. Waar Arthur Schopenhauer bij stilstaat. Is dat wat wij ervaren. Dat is de resultante. Van iets dat we niet kennen. De wil noemt hij dat. Later zou Martin Heidegger dat dit woord wil vervangen door het woord niets. Zoals hij zo mooi zei van waarom is er iets? Waarom niet gewoon iets? Nou, Arthur Schopenhauer die begint daarmee. En die komt met het concept wil. En dan de algemene wil. En dan kan je eerlijk gelopen doorzeuren over de algemene wil. En de subjectieve wil. Je eigen wil. En ik wil het uit het bootje een beetje met de kwastjes. Ik wil dit. Ik heb soms zo'n partner gehad die de hele tijd zei. Ik wil leuke dingen doen.
Dat is ook een wil, maar die lijkt niet zoveel. Die lijkt niet tot zoveel, laat ik het zo maar zeggen. Over zijn hoofdwerk. Die zal denk ik weer bovenaan staan. Dat is dit werk. De wereld als wil en voorstelling. Op zijn Duits is dat, ja, op zijn Nederlands is de wereld als wil en voorstelling. En op zijn Duits zal het zijn die Welt als wil en voorstelling. Die Grapjurk, die heeft dus dat boek geschreven in 1818. En toen was hij dus maar, even kijken hoor, 12 plus 18, was hij dus 30. Ja, ben je snel bij je. En toen heeft hij in 1844, dus dat is nog een keer 26 jaar later, heeft hij het hele boek nog een keer geschreven. Dus in het Nederlands kan je er hele mooie uitgaven van kopen, die zijn echt niet zo duur. En dan heb je gewoon allebei de boeken. En dan denk je, oké, dit is boek 1 en dat is boek 2. Ja, in allebei die boeken staat gewoon precies hetzelfde. Namelijk de wereld als wil en voorstelling. En waar gaat dat om? Nou, in feite is het een taalkundig onbetwistbare verwoording van de werkelijkheid, zoals die ook in de Bijbel staat. Namelijk dat God buiten de creatie bestaat. Buiten de creatie is. Existentie, het bestaan, dat komt de wil niet toe. God dus niet. Iedere christen die niet voor de gek gehouden is door een katholieke kuddeprediker, die snapt dat dat waar is. Want dat staat in de Bijbel. Nou, die wil, dat kan je dus verder niet benoemen, maar die creëert dus, die veroorzaakt die voorstelling. Hij gaat er heel diep op in met je eigen wil en je eigen ding. Maar hij is heel vrolijk. Gaan we even op zoek naar, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, van die man, die heet Hegel. Die staat hier ook wel bij hoor, ik ga hem zo hier, kan je een zoekje doen? Hegel. Kritiek op Hegel. Dit is echt wel heel leuk. Kijk, Schopenhauer was een rijke luiszoontje. En hij heeft een enorme erfenis gekregen. Want zijn vader was overleden. En ja, hij kon het ontzettend goed. Op zijn 30ste had hij echt dat boek, De Wereld, die wel het als wielend voorstelling. Was echt prima. Dus hij mocht ook lesgeven. Maar niemand kwam op zijn lezingen. Hij had 6 kinderen in de klas. En dat was het dan. Maar ja, hij had toch een toelage uit die erfenis. Zijn moeder heeft trouwens die erfenis er in een no-time erin gegracht. Die had de hele tijd mannen op bezoek, waaronder Goethe. Die man van goed, hè. En Hegel in die tijd, dat is die Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En die zit hier af te zeiken, jongen. Ja, dat is echt super grappig. Hij heeft ook, behalve dat hij dat hoofdwerk heeft geschreven, van De Wereld als Wil en Voorstelling. En die Grundlagen, über die Grundlagen der Moral. Heeft hij ook een aantal essays nagelaten. En daarin heeft hij het dan over dat is een studie, waarbij ze dan ervan uitgaan dat iemand die er mooi uitziet, die heeft ook wel een mooi karakter. Iemand met een rare puist op zijn neus, ja, die kan niet deugen. Ja, dan gaat Arthur Schopenhauer, die gaat het helemaal fileren en zegt dat het gewoon echt niet kan. Maar dit is echt belachelijk om tegen iemand te zeggen, dat wordt tegen mij gezegd bijvoorbeeld, hè. Ja, jij bent blank, dus wij krijgen nog geld voor jou, want wij zijn niet blank. En alle blanken
betalen of doodgaan. Ja, dat mag je helemaal niet doen. Dan kunnen die negers wel denken dat ik er lelijk uitzie met mijn blanke huid, maar dat is nog geen reden om te denken dat ik slecht ben. Dat kan helemaal niet. Want dat staat los van elkaar. Er is een wil en er is een voorstelling. En de voorstelling wordt veroorzaakt door de wil. Ja, sommige mensen hebben puistjes. Een hele goede Duitse schrijver, die heette Charles Bukowski. Nou, je gaat mij niet zeggen dat dat een mooie man is. Die zit nog steeds onder de littekens van al zijn jeugdpuistjes. Maar schrijven dat die man kan. Charles Bukowski dan. Hè? En Arthur Schopenhauer ook. Hegel heb ik trouwens ook hier. Hier heb ik ook hier een boekje van liggen. Phenomenologie des Geistes. Dat is het hoofdwerk van Hegel. Het gaat dan over het Zeitgeist of zo. Maar die Gottfried, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ja, die had de klas wel helemaal vol. Hè? Met al zijn bespiegelingen over Napoleon Bonaparte. Dat was het allerbeste veen sinds gesneden brood. En Schopenhauer had een ongelooflijke. Hij mocht die man helemaal niet. En dus ook in zijn werkje over dat er dus een bewering is dat iemand er mooi uitziet. En dan zal die wel goed zijn. Als iemand er lelijk uitziet, dan zal die wel slecht zijn. Maar die zegt, nou, dat klopt dus helemaal niet. Er is één uitzondering voor. En dat is Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Want die ziet er inderdaad net zo lelijk uit. Alles wat hij vertelt. Maar er is maar één mop van hem over Hegel. En voor degenen die niet weten van Hegel. Hegel is die man die dat leuke ding heeft verzonnen. Dat alles niets meer is. Dus daarbij bedoelt hij de maatschappelijke ontwikkeling. Dat is dat er een these is. Dat betekent een idee. Een hypothese. Een theorie. Zo. Ja, dan krijg je een antithese erop. Nou, dan heb je dus die twee theses. Je hebt die ene these en die zegt bruin brood is lekker. En die andere these zegt nee, dat moet wit brood zijn. Want dat kan niet anders. Ja, en als je dan die twee dingen tegenover elkaar hebt, de these en de antithese, en dan moet je gewoon goede spanning veroorzaken. Dat je echt duidelijk maakt aan iedereen van dit kan niet langer. De ene helft van de mensen denkt aan bruin brood en de andere helft van de mensen denkt aan wit brood. Nou, we eten voortaan alleen nog maar lasagne. En dat is dan de synthese. Nou, die wordt dus toegepast in de politiek. Heden ten dagen. Het heette Hegelian Dialectic. Ik kan hem even proberen of ik er snel erbij kan pakken. Want ik heb er een hele leuke. Even kijken, maar even 1 seconde wachten. Ik kan hem zo vinden. Hij zit. Veel te veel van die links eigenlijk. Hè? Zo min mogelijk links hebben eigenlijk. Even kijken, of het ergens YouTube, die kan hem ook niet zijn. Oh, deze proberen. Of ik hem daar vind. Ja, kijk eens, in 1 keer raak. Ik zal hem even groter maken. Dit is, ik zal het geluid even uitdoen. Ik doe niet nodig. Hegelian dialectic, ziet ze? Hegeliaanse dialectiek. Dit is een uitzending die is gemaakt door Jesse Vasiel. Dat kunnen jullie hieronder lezen. Ik kan hem even groter maken. Dan kan je het gewoon zelf opzoeken. Jorik Liesman die zegt altijd tegen mij. Ja, je moet die linkjes onder in je description box doen. Maar ik denk eigenlijk als jullie niet eens zin hebben om dit in te typen. Dan wil je er ook eigenlijk niet veel van weten. Ik kan wel al die moeite doen. Goede reacties erop. Een heel belangrijk fenomeen. En dat komt dus van Hegel, die fijne vent, met zijn klaslokaal. En die zat er gewoon helemaal vol met meisjes ook nog een keer. Ze vielen op hem, of hij viel op meisjes. Zomaar. We gaan lekker weer terug naar meneer Arthur Schopenhauer. Over zijn basis van de moraliteit.
Dat boek heb ik gelezen in 2011. Dat ben jij, heet dat in de Nederlandse vertaling. En het zit prachtig in elkaar. Wat hij hier doet, is hij reep in dat boek dan, hè, over de basis van de moraliteit. Hij repareert, of ja, hij vult het gat in wat Immanuel Kant, en dat wordt voorlopig de laatste filosoof die ik ga bespreken. Misschien doe ik daarna nog wel een uitzending, dat ik ze alle vier in één keer pak. En nog meer die overeenkomsten laat zien. En misschien wat bijbelteksten erbij, dat jullie dat ook wel waarderen. Maar in zijn boek, Über die Grundlage der Moral, daarin neemt hij als uitgangspunt een credo, dat betekent een aanwijzing, een handvest, iets waar je zonder meer achter staat, van een Chinese filosoof, dus een man uit China, die, kijk, 2400 jaar voordat hij geboren werd, toen had je die filosoof al. En die heette Confucius. En Confucius heeft gezegd, niet in het Nederlands trouwens, maar in het Nederlands rijmt het zo mooi. En Confucius heeft gezegd, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ah, dan kan Confucius dat wel zeggen, maar waarom? Waarom zou, ja, hij mag het nu wel zeggen, maar waarom eigenlijk? Nou, Immanuel Kant, die kwam daar niet uit. Friedrich Nietzsche die zegt, ja, het is allemaal leuk over de wil en lekker voelen voor elkaar. Maar als je niet weet, als je niet tot macht weet te komen, wat stelt jouw wil dan voor? En dat kwam later pas. En hij was nog, Arthur Schopenhauer was nog aan het stoeien met die uitspraak van Confucius. En het leuke is dat hij daarin stilstaat bij het feit dat als je die zin omdraait. Dus stel je gaat ervan uit dat die absoluut niet waar is. Ja, wat is er dan wel waar? Nou, dat zijn twee dingen. Het is dan ofwel waar dat je moet doen waar je zin in hebt. En of een ander daar last van heeft, dat mag jou niet uitmaken. Want jij gaat doen waar jij zin in hebt. En die andere is dat je nog steeds doet waar je zin in hebt. Want Confucius had gezegd, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een andere niet. Dat is twee ontkenningen. Maar de ene is dus, doe maar gewoon waar je zin in hebt. Als de kinderen gaan huilen, ja, is dat jouw probleem? Gewoon lekker doen waar je zin in hebt, man. En de tweede die is van, ah, je moet gewoon doen waar je zin in hebt. En als je daarbij de keuze hebt om iets te gaan doen wat jou verder niet zoveel uitmaakt. Maar als je juist die variatie kiest van dat waar je zin in hebt. Dan heeft een ander daar extra veel last van. Dat is de tweede. En in zijn boek, Über die Grundlage, hij noemt het zelf een opstel. Nou, Über die Grundlage der Moral. Daarin staat hij stil bij dingen die echt gebeurd zijn ook, die hij in de krant heeft gelezen. En een mooi verhaal, een mooie anekdote, ging over Londen, de hoofdstad van Engeland. Dan heb je toch die rivier en allerlei andere waterpartijen. En in die tijd hadden ze geen auto's. En dan werden de karren werden vervoerd met paarden. Ja, er waren handelaren en die konden wel een oud paard betalen. En dan moest dat arme oude paard, het moest dan die hoge brug over. En die handelaar had de hele kar vol liggen met kolen of aardappels. En die paarden die gingen gewoon bijna kapot, jongen. En de gemeente heeft dat gezien, hoe dan zo'n handelaar met de zwepen dat paard er voor langs gaf. Van kom op, doorlopen. Ik zeg toch dat je die brug over moet. Nou, wat heeft de gemeente toegedaan, de gemeente van Londen?
Ze hebben bij die hoge bruggen van gemeentewijze aan elke kant een paard opgesteld. Gewoon op kosten van de gemeenschap. De gemeenschap had behoefte aan die spullen die op die kar lagen. Die man had geen geld om een paardenspansel te hebben, of een paardenspan met een stuk vier. En dat was ook alleen maar nodig voor die hoge brug. En dat is ethiek. Dat is moraal. Want wat kost zo'n paard nou? Kom op. Dan sla je om over de bevolking van Londen. En ze genieten er allemaal van mee. Want als die handelaar met zijn kolen komt, hè, de witte kool, bruine kool, zeg maar. Daar heeft iedereen gemak van. En dat doen we van overheidswegen. Geen probleem. Die moraal die is er. Hè? En die volgt direct uit het feit dat er een wil is. En die wil die is algemeen. En die maakt ons allemaal. God heeft ons allemaal gemaakt. Zo zou in de Bijbel staan. Naar zijn evenbeeld. En God is niet onethisch. God zal nooit iets doen met de bedoeling van, ik ga ze even pakken. Kan je tegen inbrengen van, ja, die zondvloed was ook niet zo leuk hoor, van God. Ja, wat is dat nou voor onzin? God had toch netjes verteld van bouw een boot. Ja, en dat er maar een enkele sukkel was die Noah heette en die dacht van, kom, ik ga doen wat de Heer aan me vraagt. Ja, die bleef lekker drijven. En de rest wilde niet luisteren, ja. Ja, wie niet horen wil, moet maar voelen, hoor. Doeg. En voor de rest moet je gewoon ethisch zijn. Dan ken je nog het verhaal van Job. Dat God heel tevreden was over Job. Toen kwam Satan even langs en die zei, die Job, nou volgens mij valt er wel mee hoor, dit komt alleen maar doordat hij rijk is. Omdat hij rijk is, is hij moreel. Oh ja, zei de heren. Volgens mij is dat niet zo hoor. Volgens mij is Job gewoon moreel. Oh ja, zegt de duivel, nou zullen we even kijken. Nou, toen kwam er een periode aan voor Job. Dat was niet echt zijn leukste hoogtepunt van zijn leven. Hij belandde op de vuilnisbelt omdat het dorp hem niet meer wilde zien, want hij zat onder de bulten van lepra of zo. Helemaal van die jeukende bulten. En dan had hij dan een potscherf en dan krapte hij dan tegen die jeuk. En toen kwamen er nog vrienden langs van Job, echt van die hele lieve vrienden. En die zeiden tegen Job van, nou, het feit dat jij deze vuilnisbelt woont, dat moet toch inhouden dat jij iets fout hebt gedaan. En Job zo van, oh ja, en wat dan? Nou, dat wisten ze natuurlijk niet. Dus hij hield gewoon vol die Job. En toen zei God tegen de duivel van, nou, is het nou genoeg geweest? Je zat te zeiken dat toen Job zo rijk was en dat hij dan moreel was. Ja, nu zit hij op de fucking vuilnisbelt. En vind je dit immoreel? Jij duiveltje. Die in een doosje moet. Nou, toen moest die duivel bakzeil halen. Nou, toen heeft de heren, die heeft Job alles weer teruggegeven. En zijn bulten gingen weg en hij kreeg weer eetlust. En allerlei vrouwen dachten van, wat een mooie man. Hij kreeg ook al zijn schapen weer terug en al zijn geiten. Het was een toets. Maar God doet dat niet om jou te pesten ofzo. Andere mensen wel. Want die zijn niet moreel. Toen in mijn huwelijk, mijn dochter was 5. En op een zaterdagochtend komt ze om heel vroeg, 6:30 of zo. Komt ze de slaapkamer binnenwandelen van mij en haar moeder. En die begint gelijk te brullen van, waar is mama? En ik had helemaal geen zin om al wakker te worden. Dus ik dacht eigenlijk van, ik zeg gewoon niks. Ik doe net alsof ik gek ben. Maar mijn dochter ging heel hard huilen. Dus ik toch maar omhoog en toen zag ik het. De moeder was niet thuisgekomen. Ja,
ik tegen haar gezegd, ik weet ook niet waar je moeder is. Laten we maar gaan ontbijten. Hè? Wat wil je eten? Lekker thee gemaakt. Even geroosterd brood. Wat ze maar lekker vond. Nou, de ochtend ging lekker voorbij. Toen kwam die moeder kwam thuis. Nou, die deed gelijk heel vrolijk tegen mijn kind. Van, hallo, hier is mama. Nou, zullen we vanavond een pannenkoeken eten? Ik vind dat zelf geen eten, maar kinderen vinden dat lekker. En ze zou ook extra lang gaan voorlezen. Ik had er natuurlijk een paar vragen over. Van waarom ben je niet thuisgekomen vannacht? Nou, zei ze. Ik heb een man ontmoet. En ik ben met hem mee naar huis gegaan. En toen zei ik, ja, dat kan je wel zomaar doen. Maar wij hebben hier een kind. En als je dat soort dingen doet, dan krijg ik buikpijn van. Letterlijk, hè? Staat in mijn sterrenbeeld maag. Dan gaan we opzoeken op internet. Maagden hebben snel last van hun maag. Van hun intestinal, zo'n ingewanden. Dan krijg je pijn in je buik. En die vrouw, hè, die moeder, ja, die is eigenlijk helemaal geen moeder. Ik kan mij niet wijsmaken dat dat een moeder is. Stelvertreter. Ik ben je plaatsvervangende moeder en ga er niet vanuit dat ik altijd voor je zorg, hoor. Nou, ze was dus met die andere kerel naar de Hoppeltje Pop geweest. Hij heet trouwens Peter Bosman, dat mag je best weten. Look hem op Facebook. Even tegen hem vertellen, van ik heb gehoord van Perry wat jij uitgespookt hebt. Met de biologische moeder van zijn kind. Hoe jij meegeholpen hebt aan de destructie, aan de vernietiging van een gezin. Ja, en dat ik op straat kwam te staan met me hebben en houden. En dat is tot daar aan toe. Maar wat mijn kind is aangedaan, dat is geen geintje. Hè? Het heet moraliteit. Dus ik zei tegen die vrouw, van, daar krijg ik buikpijn van. En toen, het is echt te gek voor woorden. En toen keek ze me aan en de ogen gingen helemaal twinkelen. En er speelde een lachje om haar mond. En toen zei ze, wat vervelend voor je. Want voortaan ga ik elke vrijdag met hem de nacht doorbrengen. Snap je hem? Ja. Dat is niet moreel. En zij zal zeggen, ja, de basis van immoraliteit en amoraliteit, zij zat dus aan die andere twee. Ja, dat is voor haar het enige. Je doet gewoon dingen en die pakken voor een ander fout uit. Nou, daar kon je niks aan doen, want ja, je weet helemaal niks. Je bent zo stom als de achterrent van een kip. Of een varken. Of een koe. Nou, je praat door je kont en je poept uit je mond. Zij lachen, jongen. Dat er echt zin in. Ja, toen heb ik aan de noodrem getrokken, schoonfamilie gebeld, mijn schoonfamilie dus. Want dan wordt hij buiten de deur geneukt en mijn kind is 5 en wat doen we daarmee? Ja, nou, die familie had zoiets van, ja, dat zijn keuzes. Kijk, de ene moeder die, de ene biologische moeder waarbij een kind uit de baarmoeder is gekomen, die voelt zich verantwoordelijk. En die wil ook echt voor het kind zorgen. En die snapt ook dat ze daar een man bij nodig heeft. En dat je dat samen moet doen. Maar anderen niet, hoor. Ja. Wat zij konden voorstellen is dat... Dat heeft ze ook aangeboden om Peter Bosman, die woonde toen in Arnhem-Zuid. Dat ik daar met mijn zwager, dus haar broer, zou ik daar langs gaan. En hij zou zorgen voor een auto. Hij zou Peter Bosman vasthouden en ik zou in elkaar gaan slaan. Ja, mijn punt daarbij is, dat kan je wel doen, maar zo'n stoephoer, dat is gewoon een stoephoer, die heeft zo de volgende. Ze had lange benen en is een brunette.
Ik had een heel goed, want toen ik het tegenkwam, zag ze er echt niet uit. Het was fel overbeen. Maar ja, mijn vader, deze overleden, mijn wijle vader, maar die heeft mij geleerd te koken. Ik kan koken. Ik weet precies hoe je aardappelpuree moet maken. En dan uit een zakje, dat kan ook. Kan ik ook heel goed. Kan het ook gewoon met aardappels, man. Hoe je pultjes moet koken. Dus die vrouw, die ging er steeds mooier uitzien. Die kreeg een mooie bilpartij. Je kent dan wel een beetje vet erop. Dus ja, die mannen, die en die interesseren zich helemaal niks voor het feit dat zij een gezin heeft. Want ze denken van ja, als jij met mij wil wippen de wipper, dan stelt die kerel van jou toch niks voor. Dus kom maar bij mij hoor, mijn lieve kind. Dat is niet moreel. En de manier van mijn schoonfamilie, om dan zo'n niet morele kerel in elkaar te gaan slaan, ja, dat helpt dus niet. Ik had haar in elkaar moeten slaan. Ik moet zeggen, oké, nou de broek uit. En ik is naar de moskee gegaan en gevraagd, hoe breed moet de stok zijn om je vrouw te slaan? Want het staat in de Koran ook nog, of in die andere boeken. Je moet een beetje brede plank hebben. En dan elke keer als zij dan weer bij die kerel gaat slapen, dat ik dan mijn dochter onderbreng bij de buren. En als ze dan thuis komt, dan krijgt ze met een lange lat. Net zo lang tot ze ermee stopt. Ja, dat helpt ook niet. Nee. Je kan die Peter Bosman in elkaar slaan. Je kan de biologische moeder van mijn kind in elkaar slaan. Tuurlijk kan ik dat. Die Peter Bosman is echt geen partij van mij. Dat is een slomo. Die kan niet eens dansen. En het lullig is dat die vent denkt dus wel dat hij kan dansen. Hè? Dan doet hij een beetje Michael Jackson moonwalk of zo. Alleen hij komt niet van zijn plaats af. Het is alleen maar een beetje dat hij bewijst van, kijk, ik kan mijn knieën nog optillen. Ja, zo'n vent heb ik tegen de grond voordat hij Mississippi kan spellen. Die man is geen partij van mij. Maar ik doe dat niet. Want ik ben moreel. En Arthur Schopenhauer, die heeft dat keurig uitgelegd in Über die Grundlage der Moral, waarom die moraliteit is. Waarom moraliteit het enige is dat er is. Dus dat wat de wil is en die voorstelling creëert, dat is een moreel gebeuren. En dan heb je dus die biologische moeders die zich vervelen en bezig willen houden met andere kerels. Want hun eigen kind is wel ondergebracht. En als die vent moeilijk gaat doen, dan trap je hem gewoon de deur uit. En dan heb je het huis voor jezelf en je krijgt ook nog de helft van de bedrijfsaandelen. Dat is helemaal niks. En die mensen gaan er gewoon mee door. En wij moeten ons een houding zien te vinden ten opzichte van die mensen. En dat is niet die mensen in elkaar slaan of een arm afhakken. Peter Bosman steriliseren. Zodat ik in ieder geval niet een koekoeksjong te verzorgen krijg. De moraliteit zit in jezelf. Als jij leeft. Mijn dochter, die waren we gescheiden. En die Peter Bosman, die zat er af te zeiken, jongen. Van, jij bent mijn kind, ik neuk je moeder. Ja, luister naar mij. Die heb ik te grazen genomen, jongen. Ik heb hem met geen vinger aangeraakt, trouwens, hoor, maar. Dat heeft hij wel gevoeld. Gewoon in het woord. Eikel.
in je moraliteit, in je morele aanwezig zijn, dan ben je in contact met je leven. En als je denkt dat het helemaal niet hoeft, dat je gewoon mag doen wat je wilt doen, en een ander heeft de schade van, ja, tant pis, zeggen de Fransen dan. Nou en, op zijn Nederlands. En die tweede methode, je moet gewoon doen waar je zin in hebt, en als een ander de schade van heeft, des te beter. Maar dat kan dus niet. En als je het precies wil weten, dan moet je dat boekje maar kopen. Het kost een tientje. €10,99 in 2011. Met de inflatie van 2% per jaar is het dan nu €15. En trouwens, je kan hem zo downloaden. Ik heb hem hier ook staan. Ja, ik kan het zo downloaden. Heb je gewoon de PDF. Maar heb je niet zo'n mooi boekje. En niet de Nederlandse vertaling. Maar dan kan je hem lezen in het Engels. Ook leuk. Verdiep je maar in moraliteit. En ga maar kijken of er een wisselwerking is tussen jou, of je nou een man of een vrouw bent, maakt niet uit, jij als mens. Jij houdt je aan de moraliteit. Geen mensen slaan, niet persoonlijk beledigend grof worden, geen gekke dingen doen, alles in overleg, tenzij het niet kon. Als je mobieltje op is en lalalala, je moet een keuze maken van neem ik de trein naar Zandvoort of de trein naar Barneveld. En je kan niet overleggen en je maakt maar een keus en een ander heeft daar last van, ja, dat is pech. Maar voor de rest doe je alles in overleg. Dat heet moraliteit. Niet liegen. Niks verzwijgen. Want dat is ook liegen. Tenzij. We kennen allemaal die verhalen van mensen die het onacceptabel vonden in de Tweede Wereldoorlog, dat was het in Nederland, dat Joodse mensen die moesten dan naar die kampen. En dan niet met de ICE, met een leuke restauratiewagen, nee. Gewoon in de trein en het mond houden. Nou, toen zijn er een hele hoop mensen door Nederlanders gewoon afgevoerd, stiekem. Toen kwam er zo'n vrachtwagen in de Tweede Wereldoorlog, hè, bij zo'n grensdingescontrole. En dan stonden er van die Duits sprekende soldaten en die zeiden dan Ausweis, Pieter. Ja, wij Nederlanders, wij zijn multilingueel, dus wij weten gelijk wat dat betekent. Als wij in Duitsland hadden gezeten, hadden gezegd van, mogen we uw paspoort even zien? Hadden die Duitsers allemaal gezegd van, wat bieten? Was mögen Sie zien? Maar wij wisten gewoon, Ausweis bieten. Ja, en er zat zo'n vent achter het stuur en die gaf gewoon zijn Ausweis. En dan vroeg zo'n Duitse vent, ja, en wat heb je achterin? Ja, dan zei hij, kartoffeln. Want wij kunnen Duits, hè, dan kunnen die Duitsers niet zeggen dat ze Nederlands kennen. Behalve Jurk Liesman natuurlijk, want die kan het wel. En nog wel wat meer Duitsers, denk ik. En dan zei zo'n man gewoon, kartoffeln. Aardappels is dat op zijn Nederlands. En dan ging zo'n Duitser die inspection of zo, inspectierung, aufmachen. Ja, en dan deed zo'n vent gewoon heel rustig de deur open aan de achterkant en er lagen allemaal zakken met aardappels. Ja, en die Duitsers een beetje kijken, zitten er wel aardappels in? Ja, er zaten aardappels in. Ja, en dan was het gewoon, oké, gehen Sie Ihren Weg. Dat was absoluut immoreel, amoreel. Want onder die zakken met aardappels, daar lagen gewoon een stuk vier Joden. Vader, moeder en twee kinderen. Ja,
Hij had natuurlijk moeten zeggen tegen die Duitsers van ja, ik heb Joden onder de aardappels liggen. Ja, punt 1, die Duitsers kunnen geen Nederlands. En punt 2, waarom zou je het ze vertellen? Dan ben je je Joden kwijt. Dat doe je toch niet? Dan maar liegen. Dat is wat ik eraan toe te voegen heb. Dat wat denk ik ook inhaakt met wat Friedrich Nietzsche later gaat zeggen. Want je kan wel lekker aardig doen tegen elkaar. Maar als je dan het onderspit delft, wat heb je eraan? Je kan wel tegen iedere Duitse grenswachter zeggen, ja klopt hoor, goed dat u het even vraagt. Dit is mijn Ausweis, Biete. En achterin gibt es vier Juden. Einer Papa, einer Mama und zwei Kinder. Verhaften Sie sie. Dat doe je toch niet? Je gaat die Joden toch niet naar de dood sturen? Dan was het alleen maar omdat ze hun huis kwijt zijn en hun bezittingen kwijt zijn. Dat doe je toch niet? De moraliteit gaat diep, hè? Niet zo heel makkelijk, hoor. En dan kan je zeggen dat Arthur Schopenhauer was een soort Job, hè? In het boek Job. Hij is geboren met een gouden lepel in zijn mond. Maar hij heeft wel wat opgeschreven. En dan was het maar een rijke luiszoontje. Maar ik heb in alle annalen over het leven van Arthur Schopenhauer niks gevonden waarvan ik dacht, dat kan niet. Ik vond dus een essay over vrouwen. Even bijpakken. Dat kunnen vinden. Die heb ik hier in de kast staan. Over vrouwen. Ook heel leuk. Arthur, oh, heb ik nou verkeerd gezegd? Even kijken hoor. Oh, vrouw Arthur Schopenhauer. Dit is weer het verschil dan. Ik heb toch niet fout. Oh, de mens is C. Ah, zie, oké. Dat is prima. De mens als speelbal. Even kijken, wat had hij? Ja, deze is het. Die moet je lezen, joh. Die moet je dan wel kopen. Ik heb het boekje. Oh, dat is €20,50. Dat is wel duur, zeg. Maar die is leuk, jongen. Je lacht je helemaal kapot. En vooral dat ding dus van er is geen vrouw die deugt. Kijk hoor, naamje verder. Dit is tweedehands. Was alleen maar tweedehands te koop. En dan nog €20,50. Nou, zeg. Ja, die van mij, die kan je niet kopen hoor. Die hou ik lekker zelf. Maar ga maar zoeken. Zo'n goed boek hoor. Dat essay over vrouwen, dat is. Pff. Gaat hij eerst een beetje lekker zeuren? Van hoe kan je vrouwen herkennen? Nou, die hebben korte beentjes. De meeste vrouwen hebben dat, hè? Die hebben van die korte beentjes. Zo tap, 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 tap. Je kan gelijk horen dat een vrouw eraan komt. Dan zit tap, 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 tap. Pas op, ik kom eraan. En voor de rest, wat doen vrouwen? Waar Schopenhauer heel goed bij stilstaat. Dat hij dus, dat was weliswaar, het is dan begin 19e eeuw. Halverwege de eerste helft, hij is in 1860 overleden. In die tijd was er nog geen enkele vrouw die een boek had geschreven over de huishouding. En waarom doen jullie dat niet? Wel zeuren over mannen. Oh, die man heeft dit boek geschreven, maar dat komt omdat mannen voorgetrokken worden. Dat is helemaal niet waar. Arthur Schopenhauer had weliswaar een toelage vanwege zijn erfenis. Maar voor de rest moest hij ook alles maar gewoon zelf doen, hoor. En je gaat mij niet vertellen dat het schrijven van een boek zo duur is. Want het is gewoon een kwestie van een stapel papier weten te scoren in een boekhandel. En wat kost je dat eigenlijk? 1 cent per velletje. Nou, een pot inkt. En gewoon zo'n kroontjespen. En een kaars. Hè? Zodat je kan doorschrijven als de zon ondergaat.
Dat is het. En die vrouwen, ze zeggen, ja, maar ik word onderdrukt. En ik wil gewoon leuke dingen doen. Ja. Ga maar een keer beginnen met op te schrijven hoe je voor een gezin moet zorgen. En dat een vrouw ook een keer zou opschrijven dat het gedrag van de biologische moeder van mijn kind, die ging neuken met Peter Bosman toen mijn kind 5 was. En dat is zo... Het is leuk, als ik erover ga klagen, dan zegt iedereen, ja, je bent gewoon jaloers. Nee, ik ben helemaal fucking niet jaloers. Ik maak me zorgen over het voortbestaan van het gezin van mijn kind. Als we geen kind hadden gehad, en ze was met Peter Bosman gaan neuken, had ik gezegd, dat is goed. Morgenavond ga je slapen bij een vriendin, of bij Peter Bosman. We gaan gewoon even 2 dagen, 3 dagen cooldown period. Hè? En in die 3 dagen regel ik het dat het slot wordt vervangen. Dus ze komt de woning niet meer in. Ze mag gewoon aanbellen. En ik haal allemaal dozen bij de groenteboer. Dan gaan al haar kleren in. Dan gaan al haar... Al die oude... Die vrouwen die houden ook van houden. Dus hebben allemaal dan die oude meuk. Nee, stop ik allemaal in die dozen. En in kisten. Die stapel ik allemaal op. Dan is het wegwezen. En zij wist dat ik dat niet zou doen. Want we hadden een kind. Ja, noem mij een vrouw die deugt. Weet jij een verhaal over een deugende vrouw? Stuur hem mij. En deugende vrouwen, dat is tot nu toe, omdat vrouwen er niet van houden om gedachten op een rijtje te zetten. Vrouwen houden ervan om... Heb ik gewoon zin in? Ik wil neuken met Peter Bosman. En dat vind ik gewoon leuk. En ik werk de hele week. En ik mag op mijn vrijdagavond wel een keer van Bill, hoor. Dumpen die handel. Niet mee omgaan. Het is het laatste als je een vrouw ontmoet. Het is het laatste over dat vrouwen niet deugen. Want er zijn natuurlijk vrouwen die deugen. Tuurlijk. Maar als je een vrouw tegenkomt die tegen jou zegt, ik heb geen vriendinnen, ik heb mannelijke vriendinnen. Dan moet jij gelijk denken van, wil ik nog 1 whisky? Of 2 whiskies, of ga ik gelijk naar huis. En dan zeg je tegen zo'n vrouw, ik heb een afspraak, die was ik vergeten. Je doet net alsof je mobieltje afgaat. Je zegt, ho, wacht even, ik heb de trillfunctie aanstaan, even kijken. En dan gooi je mobieltjes helemaal uit, weet je wel. En dan kijk je zo, dan zeg je, oh jee. En dan zegt zij, wat is er aan de hand? Dan zeg je, nou, dat is een heel lang verhaal, maar ik moet nu eventjes. Over een paar uur kan ik terug zijn. Op z'n vroegst, maar ik heb nu een geval. Ik heb een issue. Nou, en dan roep je de ober, afrekenen die handel. Want die wijven hebben toch nooit geld bij zich. En dan ga je gewoon weg uit het restaurant. En je belt hem nooit meer terug. Want ze maken je leven kapot, jongen. Vrouwen zijn er uitermate bedreven in om jouw leven totaal onderuit te halen. Gesteund door de katholieke kuddekerk. Kan er erg bezorgd over zijn. Maar goed, een vrouw, die vrouwen schrijven geen boeken, ze kunnen niet echt lange termijn planning doen. Vrouwen lopen in, ik wil intuïtief, ik ben naïef en ik ben impulsief en nu gaan we naar de co-op. Dat is een supermarkt hier in Nederland. En ik wil biologische wijn, hoor. Ja, dat soort vrouwen niet meer omgaan. Als man moet je je laten leiden door moraliteit. Lees Arthur Schopenhauer. Lees de Bijbel. En jij houdt je eraan.
Niet te veel zuipen. Niet te weinig zuipen. En met je tengels van de wijven afblijven. Dus niet met andere vrouwen gaan chancen. Geen seks buiten het huwelijk. Enzovoort. Enzovoort. Nou, een vrouw die moet zo'n man uitkiezen. Die moet zich er ook van overtuigen dat die man daadwerkelijk minimaal eens per maand een stukje Bijbel leest. Desnoods vraag je het hem maar. Voor lieve schat, wil je me Genesis 6 nog een keer uitleggen? En luisteren naar je man. Net zolang tot je het zelf kan. Dat rijmt. Luisteren naar je man, net zolang dat je het zelf kan. De moeder van mijn kind, die voelt zich heel erg alleen en in de steek gelaten. En daarom heeft ze ook het idee van, kijk dat ik af en toe in krijzen uitbarst. En dan ga ik met ze, dat heeft ze ook nog gedaan, met z'n vies gooien. Gewoon hup, dingen tegen de muren aan. Kijk, vrouwen kunnen ook niet praten. Vrouwen kunnen niet uit hun woorden komen. Zij had weer eens geneukt met Peter Bosman. En daar was ik achtergekomen. En ik wist dat ze op de betreffende dag tegen mij gelogen had. Dan confronteer je een vrouw met een leugen. Nou, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze gewoon het servies wat jij betaald hebt. Het gaat tegen de muur aan. Er is echt geen vrouw die deugt. Lastig om mee om te gaan, hoor. Schopenhauer had ook geen kinderen. Hij had een hond. Zie je nog? Deze tekening. Hij had een hondje, echt maar. En hij ging met het hondje wandelen. Ja, dat hondje ging denk ik ook af en toe, zag hij als het een teefje was, nou kwam er een reutje en dan wilde ze me ook wel neuken. Maar dat maakte Arthur Schopenhauer niet zo van uit, En van de wijven, van de vrouwen, daar bleef hij met zijn tengels vanaf. En dat lijkt me ook heel goed voor iedereen, hoor. Ken je een vrouw? Op afstand haal. Eerst even kijken hoe ze is. Want ze liegen, jongen. En dat niet omdat ze echt liegen. Maar ze denken niet na. De moeder van mijn kind. Daar waren we dus gescheiden. En toen belde de oudste zuster van mijn vader. Die belde op om te vragen hoe het ging. En toen zei ze. Oh, het is zo zwaar. Ja, vind je het gek? Ik zette iedere keer de vuilnisbak in de container, de vuilnisbakzak in de container. En die vuilnisbak, die er kwam een schimmel in en toes en er ging muren, jongen. Ja, ik nam dat ding mee naar de badkamer en dan de hete slang erop. En mijn chloor erbij en het hele ding schoonmaken. En met de afwasborstel ook in de hoekjes. En in die tijd zei ze dus tegen iedereen, Peggy doet niks in huis. Ik draai overal alleen voorop. Ja, daar kwam ze mooi achter toen ik de deur uit was. Dan mocht ze zelf de vuilnisbakzak naar de container gaan brengen. Dan mocht ze zelf de vuilnisbak schoon gaan maken. Dan mocht ze zelf iedere dag van de week de afwas gaan doen. Want dat deed ik altijd. En zij tegen mij, noem je dat afwasje? Nee, vrouwen deugen niet. Vrouwen zijn zeurnaars. En zij... Hun excuus is dan, en het is eigenlijk wel iets over te zeggen, dat de meeste mannen gewoon te dom voor woorden zijn. Maar als ze dan een man tegenkomen zoals ik, en ik heb mijn Bijbel gelezen. Ik zal mijn kind nooit in de steek laten, omdat ik seks wil hebben met een of andere blondine of brunette, die ook hashies rookt, op mijn vrije vrijdagavond. En mijn vrouw zal wel voor het kind zorgen. En ik kom een keertje thuis. Nooit van mijn leven. Dus serieus hoor, waar we het over hebben. Want dit gaat over filosofie. En de beschouwing van ons mens zijn. Wij zijn geen krokodillen of bonobo's.
een bonobo, dat is dan een aap. En die schijnt qua DNA, of weet ik veel hoe ze dat noemen. Was dat zo'n hele... Wat is dat? DNA-profiel of zo. En die bonobo's, die schijnen dan heel veel op ons te lijken. Nou, een bonobo, dat is een aapje. En die neukt de hele dag. En die neukt ook gewoon met zijn zus. Die neukt gewoon met zijn schoonzus. Ik denk dat bonobo's op een warme dag ook hun moeder gewoon gaan neuken. Een bonobo die denkt, een dag niet geneukt is een dag niet geleefd. Ja. En daar heb je helemaal niks aan. Ja, dat soort vrouwen, daar kan je al je energie in steken. En het enige wat ze doen is kijken naar de portemonnee en denken, oh, dan heb ik er nog 10 euro. Nou, dan bel ik Gerard en dan kan ik hem trakteren op een rode wijn. Kijken wat er van komt. Want van het een komt het ander. En misschien krijg ik wel lekkere bonobo-seks. Ik heb al in een eerdere uitzending gezegd, van het liefste zou ik eigenlijk willen dat we een vrouwenland maken. En al die gekke vrouwen, dan noemen we bonobo-land. Ja. Dan mogen al die bonobo's naartoe. En dan mogen ze de hele dag gaan neuken, zie het maar. En als de kinderen uitkomen, hier met die kinderen. Want jullie kunnen ze toch niet opvoeden, want je gaat gewoon door met bonobo-neukerij. Toch? Of niet? Ben ik nou zo gek? Of zijn jullie zo slim? Dat die moeder in kwestie was er echt van overtuigd. Van ja, dit is de vervulling. Op zijn Duits vervoelen. Mijn is leven. Dit is mijn taak. Jij hebt mij zwanger mogen neuken. Nou, hier heb je dat kind. Ik ga buiten de deur neuken. En als je moeilijk gaat doen, dan trap ik je de deur uit. En dan kan jij je gaan lopen afvragen hoe vaak jij je kind nog ziet. Geen moraliteit, mensen. En zeg mij niet dat dit een individueel, incidenteel geval is, want ik heb het veel meer gezien. Meer dan me lief was. En heel veel domme mannen die de Bijbel niet lezen. Ja, oké. Het zal wel met elkaar te maken hebben. Maar lees dan minimaal Arthur Schopenhauer. Alsjeblieft en dank u wel voor het luisteren. En op zijn Duits, en dat is Arthur Schopenhauer, die waar woonde die ook alweer? Maar goed, dat maakt niet uit, in Duitsland. Hè. Daar heb je een stad en die heet Hamburg. En die ligt aan het, is een beetje de, waar de Elbe echt, die rivier de Elbe, waar die zo uitstroomt, een grote rivier. Daar woonde hij. Daar woonde Jurre Gliesman. Maar op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lief was.